De altijd draaiende wielen van de schachttorens in het Limburgse landschap maken de voorbijgangers bij voortduring opmerkzaam op de zware arbeid die diep onder de grond wordt verricht. Ter ere van de kompels nu werd in de oude mijnstad Kerkrade een monument opgericht dat deze dagen onthuld werd door de gouverneur van de provincie Limburg, Dr. Hoeben. Eregast onder de talrijke genodigden die de plechtigheid bijwoonden was de bisschop van Roermond, Monseigneur Lemmens. Het ruim 3 meter hoge bronzen beeld van een stoere mijnwerker is een schepping van de in Amsterdam wonende Limburgse beeldhouwer Wim van Hoorn. De voorzitter van de katholieke mijnwerkersbond, Frans Domen, zag het monument vooral als een eerbewijs aan hen die bij hun arbeid in de mijnen het leven verloren. Tot slot legde Dr. Hoeben namens de provincie Limburg een krans aan de voet van het gedenkteken. 20 jaar nadat het plan voor dit monument werd geopperd, is nu in Kerkrade dit standbeeld verrezen voor hen die zo'n belangrijke plaats innemen in het Nederlandse volksbestaan, de mijnwerkers.